Wednesday, so welcome to another Vlogi. If you don't speak Dutch, please do not forget to turn on subs. I made sure I had subtitles for you in this video and hopefully in all my videos starting from now on, so don't forget to use them. Hallo. Het voelt heel raar om weer Nederlands te praten tegen de camera. Maar dit is wel hoe we het nu gaan doen. Misschien dat ik het zo aanhoud. Misschien dat het voor een bepaalde periode is, maar voor nu voelt dit de juiste keuze. En ik zal jullie uitleggen waarom. Zoals jullie niet is ontgaan, ben ik aan het helen van een trauma. Meerdere. Ja, fucking chill dit. Ik zweer het je. Het kan gewoon nooit even stil zijn in deze buurt. Gewoon nooit. Er is altijd of nieuwbouw, of een renovatie, of iemand aan het klussen. Anyways, ik ben dus aan het helen van meerdere trauma's en dat doe ik nu al bijna 2 maanden. En terwijl ik dat zeg, besef ik dat de tijd echt mega snel gaat en ik dus ook al 2 maanden niet vlog. Ik heb hier en daar wel stukjes gefilmd, maar ik heb zeker niet gevlogd. Ik kan het niet eens vloggen noemen. Maar ik had deze tijd ook echt nodig. Ik ben nog niet volledig hersteld. Ik denk ook echt wel dat dat nog even duurt. Sterker nog, in mijn beleving ben je nooit volledig geheeld van een trauma. Want verandering is constant. Verandering betekent ook dat je dus dagelijks te maken hebt met nieuwe situaties, nieuwe mensen in je leven. En het ding met een trauma is, alles kan jou triggeren. Letterlijk alles. En ik heb het hierover gehad in mijn stories op Instagram. Ik ben daar heel transparant geweest. Maar het is zo dat een geluid, een geur, een stem, een persoon, een locatie, een meubelstuk. De meeste random dingen kunnen jou triggeren. En met triggeren bedoel ik jou laten denken aan wat er is gebeurd, wat traumatisch voor je was. Of het gaat niet heel smooth vandaag. Maar de reden dat ik dus denk dat je nooit volledig heelt van een trauma is omdat verandering onvermijdelijk is en verandering elke dag is. En dat is gewoon hetgene wat constant is. Dus dat betekent dat je ook altijd wel te maken krijgt met dingen die jou wellicht kunnen triggeren. En dan moet je dus opnieuw leren omgaan met die trigger. Opnieuw kijken naar hoe jij je erbij voelt. Opnieuw kijken naar hoe dat je trauma beïnvloedt. Dus ik denk niet dat ik ooit klaar ben met helen. Maar voor nu zit ik nog zeker wel in het heel proces van het begin. Het gaat wel echt al een stuk beter. Ik voel me gewoon al veel optimistischer. En om heel eerlijk te zijn voel ik me eindelijk weer een beetje mezelf. Zo zie ik er misschien uit. Ik zie er heel moe uit. Het is een nieuwe maan. Ik blame het gewoon even daarop. Ik ben ook best wel moe. Maar ja, ik heb gewoon heel veel energie nodig gehad om te werken aan dit trauma. En om constant mijn gedachten te vervormen. Om mijn gevoelens een plekje te geven. Om ze toe te laten. Dat kost gewoon heel veel energie. En wat dus ook zo is, is dat ik mezelf in situaties probeer te zetten die me zo min mogelijk energie kosten. Dus als ik naar een event ging, dan ging ik ook snel weer weg. Ik sprak alleen maar met mensen af die me ook echt een veilig gevoel gaven. En met wie ik het vaak ook over mijn trauma kon hebben als ik daar behoefte aan had. Want ja, normaal een avondje afspreken en zogenaamd niet aan dat denken. Ja, dat gebeurt gewoon niet. En als ik er wel aan denk, dan wil ik het er ook over hebben. Want anders ga ik het weer opkroppen. Dus ik heb daar zeker rekening mee gehouden. Projecten waar ik mee bezig was heb ik on hold gezet. Ik heb geen TikToks meer gemaakt. Ik ben niet meer bezig met Reels. Natuurlijk maak ik nog steeds content voor op Instagram. Want anders sta ik echt helemaal stil. Maar ik heb dus gewoon heel veel aan mezelf gedacht. En mezelf heel erg op nummer 1 gezet. En dat helpt dus ook wel echt. Want ik voel me dus een stuk beter. Alleen waar ik achter ben gekomen is dat ik de laatste weken stiekem wel weer de behoefte had om te vloggen. Of althans behoefte is ook wel een groot woord. Ik had niet per se zin om de camera erbij te pakken, maar het voelde wel als de juiste tijd. Ik dacht wel, nou, ik kan hem er nu wel weer bij pakken. Ik zou nu wel kunnen filmen. Maar dan was het toch een burden dat ik Engels moest gaan praten. En begrijp me niet verkeerd. Ik vond Engels praten heel natuurlijk gaan. Het voelde heel natuurlijk. Ik geloofde ook dat mijn doelgroep daar beter bij paste. Dat het beter paste in de visie die ik had met oog op mijn nieuwe projecten en op mijn TikTok. Ja, het paste gewoon heel goed in het straatje waar ik toen mee bezig was. Maar mijn wereld ziet er nu zo anders uit. Omdat ik aan het helen ben en omdat heel veel dingen dus on hold staan. Heel veel verandering in mijn leven. En ja,
dan kom je er toch achter dat voor nu Engels praten eigenlijk gewoon veel te veel gevraagd is. Want ik weet niet of jullie het doorhebben, maar ook op Instagram maak ik heel veel spellingsfouten. Omdat ik gewoon niet 100% focus heb op de dingen die ik aan het doen ben. Omdat ik dus ook aan het helen ben. En ik denk dat mensen dat onderschatten. Want ze zien geen gebroken arm of gebroken been. Ze zien niet dat er iets met je aan de hand is. Dus je bent vaak al een aansteller of te emotioneel. Maar it takes a lot of damn energy, people. Echt waar. En ik heb het er echt wel voor over. Want ik weet dat als ik hier doorheen ga, dat ik me uiteindelijk veel sterker en veel beter voel. Nogmaals, ik voel me al veel sterker en veel beter. En dat binnen 2 maanden. Kun je nagaan hoe ik me dan voel over 1/2 jaar. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Maar voor nu is het dus de juiste keuze om het niet te lastig voor mezelf te maken. En de stappen gewoon wat in te kleinen. Gewoon alle obstakels weg te halen. En voor nu was een obstakel toch echt wel het Engels praten. Dus ik spreek weer Nederlands. En stiekem heb ik er ook wel weer heel veel zin in. Want Nederlands blijft toch mijn moedertaal. En het is lekker om lekker van je af te zeiken in het Nederlands. En ja, iedereen om me heen spreekt Nederlands. En ik merkte toch dat bijvoorbeeld een Felix of een Coco dan... Ja, niet dat ze niet in beeld wilden zijn, allesbehalve, maar het verloopt toch allemaal een stuk minder natuurlijk. Omdat je dus, of omdat ik dus in het Engels praat. Dus ja, ik heb ook wel weer zin om gewoon heel rauw te leven en de camera neer te zetten. En jullie te laten zien waar ik doorheen ga, want ik ga het gewoon niet kunnen verbloemen. Er gaan gewoon momenten zijn dat ik er wel helemaal doorheen zit. Maar er gaan ook momenten zijn dat ik me on top of this world voel. Dus ik ben er weer. Maar bereid jullie er wel op voor dat, dat ik gewoon niet tegen jullie ga liegen. Ik ga wel gewoon heel eerlijk zijn in hoe ik me voel. En zoveel mogelijk met jullie proberen te delen. Omdat ik er nu dus ook weer klaar voor ben. Ik had dat deze afgelopen 2 maanden niet gedaan. Omdat ik er echt niet klaar voor was. Ik weet dat het misschien heel veel mensen had geholpen om het wel te hebben gedaan. Om te zien hoe ik dus met zo'n trauma deal in de eerste maanden. Maar hey, ik kom op 1 en ik was er niet klaar voor. Dus ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Maar vandaag is voor mij een hele speciale dag. Want ik stond op, begon de dag met het branden van Palo Santo. En ik voelde mijn hart weer spinnen. En jullie denken misschien, what the fuck is dat? Als ik zeg ik voel mijn hart spinnen, dan betekent het dat ik hem echt voel vibreren. Ik voel hem als het ware energie afgeven. En dat voel ik dan door heel mijn lichaam. En ik had dat voordat ik hiermee dealde vrijwel elke dag. Of minimaal een momentje op de dag. Wat voor mij een teken was dat ik echt wel leef vanuit liefde. En heel veel dankbaarheid en heel veel liefde uit kleine dingen kan halen. Maar ik heb dat deze afgelopen maanden gewoon niet gevoeld. Tot vandaag. Ik voelde dat vanmorgen en ik moest echt wel een traantje wegpinken. Want ja, ik voel me gewoon een stuk beter. En als je net iets is overkomen, dan leef je zo in de angst van wat als ik hier niet uitkom. En wat als ik me voor altijd zo naar voel. Dus vandaag is een mooie dag. En het is ook nog eens nieuwe maan. Dus ik ben er helemaal klaar voor mezelf nieuwe intenties op te schrijven. Om weer zoveel mogelijk vanuit liefde te leven. Het is nieuwe maan in weegschaal, dus in Libra. Het laat ons ook wel echt kijken naar de relaties die we hebben in ons leven. Met onszelf, maar ook met de anderen om ons heen. Dat heb ik zeker gemerkt. 100%. Felix en ik hebben ook echt wel gesprekken gehad om eventjes met elkaar te zitten en te bedenken. Ja, waar gaat het op sommige punten nou mis en wat kunnen we doen om dat te verbeteren? En dan is het eigenlijk altijd de vraag, kom je daar samen uit of val je dan terug? En we zijn er zeker samen uitgekomen. Dus ik heb het gevoel dat ik veel sterker sta in de relatie met mezelf, in de relatie met Felix. Nou ja, de relatie met de mensen die ik om me heen heb. Is sowieso steady. Dus ik heb gewoon eigenlijk weer een opruimbeurt gekregen van het universum. En dat laat zien dat ik daar klaar voor was. En ik voel me er ook klaar voor. Dus het voelt eigenlijk allemaal heel positief nu. En het voelt echt als een nieuwe start. Als een nieuw hoofdstuk in mijn leven. En we gaan er gewoon voor. Dus ik wil vandaag rituelen doen met het thema liefde. Ik voel me heel aangetrokken tot de stenen bergkristal, pink lithium, rozenkwarts en maansteen. Citrien ook. Dus die ga ik er zeker bij houden in mijn rituelen. En heel veel werken met geuren die me ook doen denken aan liefde. Dus ik neem jullie gewoon mee in mijn new moon ritual. Voor zover ik kan en wil natuurlijk. En ik ga vandaag gewoon lekker genieten. Mezelf lekker op één zetten. En de rest van de dagen die volgen ook. I'm excited. So let's go.
Goedemiddag jongens, het is vandaag donderdag. Ik stel even mijn navigatie in naar Baarn. Want ik ga naar de Spirit Junkies. Heel veel zin in, want ik ben er al best wel een tijd niet geweest. En ik heb sowieso best een tijd geen edelstenen gekocht. Ik denk omdat ik ook gewoon telkens meer realiseer dat, ja, dat de kracht gewoon echt van binnen ligt. En dat jij power geeft aan een kristal. Een kristal is dan een soort tussenpersoon. Terwijl de kracht die het heeft, wordt gecreëerd door jou. Dus ik zou het ook direct via mij kunnen gebruiken. Als jullie snappen wat ik bedoel. Maar goed. Hè, ze zijn natuurlijk ook gewoon heel mooi om te hebben. En don't get me wrong. Ik vind het echt heel leuk om kristallen te gebruiken hoor. Oh, wauw. Felix heeft voor het laatst mijn auto gebruikt. En die zet hem blijkbaar niet in zijn vrij als hij hem parkeert. Could you fucking know? Wow. Daar ging mijn auto bijna tegen de muur. Fucking hell. Ik denk dat mijn telefoon er zo voor zit als ik dit doe. Ik doe deze wel even af dan voor jullie. Zo. Dus nee, wel heel veel zin in hoor. Sowieso vind ik de oprichters van Spirit Junkies echt geweldige vrouwen. Dus het is ook wel heel leuk om hun weer te zien. En ik zie Paula daar en ik heb die voor ons doen ook al een tijdje niet gezien. Ik denk een week of halve week. Dus ja, nee, gezellig. Daarna rijd ik door naar Den Haag. Want ik ben uitgenodigd voor een expositie, volgens mij, als ik het goed zeg, in Kunstmuseum Den Haag. Ik ben daar dus nog nooit geweest. Maar ik heb daar volgende week een shoot. Niet voor een magazine, niet voor een brand, maar voor onszelf, voor mij en Vee. Vee en ik hebben natuurlijk een hele iconische shoot gehad met Isabella. Zij is echt zo tering goed in wat ze doet. Zij heeft mij ooit benaderd om te gaan shooten. En ik zeg eigenlijk altijd nee als iemand mij vraagt. Omdat ik gewoon... Ik weet niet, ik hou niet eens echt van shooten. En ik vind het wel belangrijk dat ik me fijn voel bij iemand. Maar ik had op een of andere manier meteen een goed gevoel bij haar. En ja, toen ik de portfolio zag, dacht ik wel helemaal van oké, let's fucking go. Dus we hebben toen eerst samen geshoot. Dus gewoon voor mij alleen. Daarna heb ik een shoot met Vee gedaan met haar. En... die is zo mooi geworden. Dus nu gaan we dat weer doen. Alleen is het dit keer echt tot in de puntjes uitgewerkt. We hebben een make-up artiest, we hebben een haarartiest. We hebben een styling team die vintage voor ons heeft geshopt. Dus we hebben allemaal vintage items. Vintage Armani pakken, vintage Mugler jurkjes en zo. Echt heel tof. En dat gaan we dus schieten in Kunstmuseum Den Haag. Dus het is wel heel leuk. Ik ben daar nog nooit geweest. Nu ga ik er vandaag heen en dan ga ik er maandag weer heen. Dus I'm excited! Fuck. Ik vergeet best wel vaak dat ik hoogsensitief ben. Ik vergeet het eigenlijk 9 van de 10 keer. Dan voel ik me op een bepaalde manier en dan denk ik achteraf, oh ja, obviously, ik ben gewoon gevoelig voor energie. Dus tuurlijk voel ik me zo. Maar zo, ik moet echt even... ik ben... heel aangeslagen, Jezus. Het was dus een deel in het museum wat helemaal was ingedeeld voor de tentoonstelling Global Wardrobe. En wat ze daarin lieten zien was eigenlijk dat heel veel brands, hele grote brands, natuurlijk gewoon doen aan cultural appropriation. Dus die stelen ideeën van culturen, die gebruiken het niet alleen als inspiratie, maar die bestellen letterlijk de kleding en naaien hun label erin. Dus... ja, gewoon heel heftig. En dat gebeurt nu op de dag natuurlijk niet meer. Of in ieder geval niet meer zoveel als toen. Maar toen wel. Ja, dat je dan toch wel ziet dat bijvoorbeeld een Jean-Paul Cartier ineens een japon heeft. Wat gewoon een fucking kimono is. Of dat ze dus in de hippie tijd dingen droegen die eigenlijk native waren. Gewoon native kleding. En dat dan als rebels zagen. Dus je bent dan
rebels, omdat je dat dan draagt. Terwijl het is gewoon somebody's culture. Dus ja, het was wel heftig om daarmee geconfronteerd te worden. Je weet dat het speelt, maar om dan alles in zoveel ruimtes te zien is gewoon best wel heftig. En dan kwamen we bij de eindzaal. Mijn god. Dat was dus Victoriaanse stijl. Ik wist dat ze altijd heel veel nadruk legden op de taille. En dat ze daarom natuurlijk van die hele strakke korsetten droegen. En dan met die hele grote hoepels. Wat ik niet wist, was dat ze dat deden omdat ze gewoon geïnspireerd waren door het lichaam van bijvoorbeeld Afrikaanse mensen. Omdat die gewoon veel meer rondingen hebben. Veel meer billen. En ze probeerden dat gewoon na te bootsen met die kleding. En in dat deel waar we waren, die kleding kwam echt uit die tijd. En ja, het gekke was, al die mensen hadden dus natuurlijk slaven. En je zag dan ook de mensen die de slaven naar hun toe haalden. Je zag dat niet gebeuren, maar je wist dat dat de mensen waren die dat deden. Dus wij lopen die zaal door en ik word zo misselijk. Maar echt, ik liep al te kokhalzen daar, letterlijk. Ik zat letterlijk, hoe ik net in de auto zat, zat ik daar in die zaal. Het kwam er echt bijna uit. Ik krijg heel veel hoofdpijn. Ik krijg een soort brok in mijn keel. Ik voel ook echt een soort dichtgeknepen keel. Ik voel gewoon heel veel onderdrukking. En ja, dat is gewoon weer zo'n sign dat je denkt, people, energy never fucking lies. Je weet toch wanneer mensen zeggen, oh, stel ze komen in een kamer en ze zeggen, oh, de spanning is hier echt te snijden. Dat is geen spanning. Dat is, ja, dat is fucking energy. Dus als mensen het woord energy horen, denken ze gelijk aan iets heel zweverigs. Ik kon gewoon letterlijk de energy voelen die dus in de kleding is opgeslagen van die tijd. En ik ben nog steeds aangeslagen. Ik heb nog steeds echt dat ik denk, ik wil eigenlijk gewoon bijna een potje janken. Zo voel ik me dus. En dat komt natuurlijk ook omdat ik hooggevoelig ben. En dat vergeet ik vaak. Zo. Dat is waarom je me nu ziet kokhalzen. Lekker naar huis. Ik heb wel twee hele grote tassen gekregen van de Spirit Junkies. Ik heb gewoon heel veel respect voor die vrouwen, voor alles wat ze doen en voor hoe dedicated ze zijn tot hun business, maar daarin ook nog de balans vinden tussen gewoon wel heel erg aan je ziel denken en voor jezelf zorgen. Althans, dat is wat ik meekrijg van hun. Dus ik voel me daar altijd heel welkom en de energy in de store is ook echt. Ik zou daar de hele dag kunnen chillen. Naast dat het pand geweldig is, is de energy gewoon zo fijn. Dus ik raad het zeker aan als je naar een edelsteenstore wil, omdat je de stenen echt wil voelen. Ga naar Spirit Junkies. Ik heb bijvoorbeeld dit hele grote blok Palo Santo gekregen. Oh, en ik zei al tegen hun, je ruikt het echt. Als Palo Santo niet duurzaam is ingekocht. Je ruikt het gewoon. Again, energy doesn't lie. De hele intentie van het heilig hout is dan gewoon fucked up. Omdat het niet duurzaam wordt geplukt. Het wordt letterlijk van een boom afgerukt. In plaats van dat ze wachten tot het eraf valt. Dus, want voor de mensen die het niet weten, Palo Santo komt van een heilige boom. Dus je wilt dat je het hout haalt en sprokkelt van de grond. En niet van de boom zelf. Dus ik ga deze nu gewoon even aansteken. I need it. Oh mijn god. Raampje open. Dat voelt al een stuk beter. Ik ga nu lekker naar huis. Lekker naar mijn man en naar mijn baby. Wij zijn een paar dagen geleden begonnen aan Squid Game. Net zoals de rest van de hele wereld. En we moeten nog maar één episode. Zo. Die gaan we zo meteen even lekker kijken. Ik ga denk ik lekker stamppot maken. Daar heb ik zin in. Oeh, ja. Dat gaan we doen. Oh my god. Wauw. Het is zeker weer herfst, jongens. Fucking koud. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik zit in de auto onderweg naar Apeldoorn, want ik ga eindelijk weer naar Nova Skin. Ik denk dat het echt 3 maanden geleden is dat ik daar ben geweest. No joke. Oké, misschien iets korter.
ben niet heel goed in schatten. Maar het is wel een hele lange tijd geleden. En ja, mijn huid heeft het ook wel echt nodig. Ik heb hier heel wat onzuiverheden. En überhaupt wil ik gewoon heel graag weer een Hydra Facial. Want dat doet zoveel goed voor mijn huid. Wat ook heel leuk is, is dat Felix meegaat. Hij zit in zijn eigen auto. Want anders moest hij gewoon veel te lang alleen. Want zo'n behandeling duurt 2 uur. Het is een half uur rijden. Als we dan met z'n tweeën daar zijn, ja, dan is... moest hij veel langer dan 4 uur alleen. En wij vinden 4 uur wel echt een max. Dus die gaat lekker naar huis, naar zijn eigen behandeling. En dan ben ik aan de beurt. Maar het is wel leuk. Hij krijgt een huidscan. Dus ik hoop dat hij dan even geconfronteerd wordt met hoe zijn huid eruit gaat zien over 10 jaar. Als hij zo blijft roken en als hij het zo blijft verzorgen. In de hoop dat hij het beter gaat doen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Helemaal mijn eigen schuld dat het er nu zo uitziet. Ik heb fucking gisteren een behandeling gekregen, maar ik vond het vandaag een goed idee om dat te doen. Dus let vooral niet op de wang, maar voor de rest ziet mijn huid er echt super goed uit. Alles is weer lekker opgeschoond. We hebben ook weer dermaplanning gedaan. Dat is dus met het kleine mesje waarmee je alle donshaartjes weghaalt. Dus mijn huid voelt echt weer als een bebé. Heel, heel lekker. Felix vond het ook super lekker. En hij heeft gisteren voor het eerst voor de spiegels zijn skincare routine gedaan. Want hij heeft allemaal producten mee naar huis gekregen. Dus dat was heel leuk om te zien. Hij vindt het ook wel echt beneficial. Hij ziet gelijk verschil in zijn huid. En hij zei ook wel dat hij dit echt wil aanhouden. Dus dat hij en wil blijven gaan en wil blijven smeren. Dus proud of him. Ik probeer het al echt jaren te doen. Maar ik denk dat hij gewoon zelf even een behandeling nodig had. En een professional die tegen hem zegt dat zijn huid er echt veel beter uit zou kunnen zien dan dat het nu is. Dus ik ben blij, ook voor hem, maar ook voor mezelf, zodat hij niet meer fucking body lotion op zijn gezicht smeert. Omdat mannen... Anyways, ik zou jullie vandaag laten zien wat ik allemaal van de Spirit Junkies heb gekregen. Allereerst heb ik een voorraad gekregen van al hun oliën. Ik vind ze allemaal heerlijk en ik gebruik ze bijvoorbeeld in de aroma diffuser die ik ook van hun heb gekregen. Of ik smeer het wel eens op mijn polsen of op mijn neus. Brandt wel als je het onder je neus doet, dus ik raad het niet aan, want deze zijn eigenlijk niet gemaakt voor dat. Ik denk dat ze daarom ook dit keer deze erbij heeft gegeven. En dat is dus een roller. En die ziet er zo uit. En dit is dan een roze kwarts roller. En kijk, die kan je gewoon heel de dag zo onder je neus doen. Oh, ruikt zo lekker. En het brandt niet. Ik raad het dus niet aan om dat met de oliën te doen. Want die zijn ook gewoon een stuk geconcentreerder. Daarom hebben ze ook 2 varianten. Want de olie ziet er dus zo uit. Met een pipetje. Ik heb de Love More en de Manifest Oil gebruikt voor mijn nieuw maanritueel van een paar dagen geleden. En mijn bad rook zo onwijs lekker. Ik heb het echt nog dagenlang in de badkamer geroken. Het was niet normaal. Want ik doe dus ook wel eens een druppeltje in bad. Als ik naar een hotel ga, doe ik het op het kussen van het hotel, zodat ik me iets meer thuis voel. Ze zijn allemaal zo lekker en net een tikkie anders. Dus ik ben blij dat ik ze weer allemaal heb gekregen, want ik vind ze allemaal echt geweldig. En deze gaan jullie dus nog heel vaak zien. Dan wist ik helemaal niet dat ze deze er ook bij hadden gedaan. Maar dit is hun nieuwe kaars. Hier een logo. Daar allemaal kristallen. Echt heel mooi. En als je het logo dus niet mooi vindt, kan je hem ook gewoon zo in je huis neerzetten. En dan zie je alleen de witte kaars. Dan zag ik deze in een winkel liggen. En het is blijkbaar de enige sample die ze nog binnen hebben. Ze gaan dit met elk zodiac sign doen. Maar ze hadden alleen de Scorpio tot nu toe in de winkel. En ik zei, nou, dat ben ik. Dus toen mocht ik hem meenemen. I love.
Je hebt daar natuurlijk mega veel kristallen. En dit keer sprak de blauwe calciet mij aan. Hij is lekker groot, ligt heel lekker in de hand. Dus thuis mediteren zou je deze vast kunnen houden of op je lichaam kunnen leggen. En calciet bevordert spiritualiteit, motiveert, verhoogt zelfvertrouwen en daadkracht. Geeft hoop, vermindert angst. Ja, ik vind het wel leuk dat ik me hier blijkbaar aangetrokken tot voelde. Want de dingen die er staan heb ik nu ook wel extra nodig. So, I love that. Dat is vaak ook gewoon hoe je een kristal moet uitzoeken. Hè? Gewoon lekker naar de winkel gaan en dan kijken waar je intuïtie om vraagt. Dan is dit denk ik wel mijn favoriete item. Ik weet nog dat ik denk inmiddels wel een half jaar geleden, als het niet langer is, in een winkel was. En toen mocht ik ook dingen uitzoeken. En er was toen iets wat mij heel erg aansprak. Namelijk deze wierookhouder. Ik zei toen tegen hun, oh, deze is zo mooi. Verkopen jullie deze? En toen zeiden ze dat het een sample was. En dat ze niet zeker wisten of ze het wilden verkopen. Omdat niemand in de winkel er echt naar omkeek. Als ze dus klanten in de winkel hadden. Ik zei, nou, dat moeten jullie echt wel gaan doen hoor. Want hij is zo mooi. En nu verkopen ze hem dus eindelijk. Hij is helemaal handgemaakt. En hier kan je dus een wierookje in doen. Of een veertje of whatever wat jij leuk vindt. Ze hebben verschillende kleuren en... ja, dit past gewoon zo goed in ons huis. Heel mooi. Ik ben helemaal verliefd op deze. I love it. En ik zag deze agaatlichtjes. En dacht, oh, die zijn ook zo mooi. Ik kan er dus een theelichtje in doen. Zodat het licht vanaf hier schijnt. En een agaat werkt dus aardend, rustgevend. Bevordert spiritualiteit, concentratie, balans, innerlijke groei. En het helpt ook bij bijvoorbeeld slapen. Dus dat vind ik wel een heel fijn idee en past ook gewoon heel goed bij waar ik nu behoefte aan heb. So I love this one as well. Ik zei net dat de hand mijn favoriet was, maar ik vind deze ook echt bizar mooi. Dan hebben zij een nieuw kaartendek, de Spirit Animal Cards. En ik kwam in de winkel en het eerste wat me eigenlijk werd gevraagd is, pak een kaart. Dus ik ging volledig op mijn gevoel af en ik pakte de vlinder. Zo ironisch, omdat ik, nou ja... in mijn nieuwe maanpost op Instagram het ook over een vlinder had. Vlinder is voor mij sowieso heel belangrijk. Daarom heb ik hem ook getatoeëerd. Staat natuurlijk voor transformatie en groei in het leven. En de beschrijving die bij de vlinder stond in dit boekje. Want je krijgt dus een pak kaarten en een boekje. Ja, was gewoon zo on point. Dat was echt niet normaal. Ik kreeg er helemaal kippenvel van. Dus je hebt hier allemaal kaarten met allemaal dieren. En ik weet zeker dat ik deze echt wel vaker voor mezelf ga gebruiken. En ze komen dus ook in een heel mooi doosje. Waar het boekje ook in past. Zo mooi. Dan nog iets waar ik zo blij mee ben. En dat hebben jullie natuurlijk eigenlijk al gezien in de auto. Dat zijn deze Palo Santo blokken. Ze zijn zo groot. Ah, en ruiken ook echt precies zoals Palo Santo zou moeten ruiken. Dus... zo blij met deze. En dan last but zeker niet least is dit super mooie kristal. Het is dus een spirit quartz. Geen amethyst. Kom niet eens in de buurt, maar ik weet dat veel mensen paars gelijk koppelen aan de amethyst. Ik vond hem zo onwijs mooi. Sprak me gelijk aan. Er lagen er heel veel, maar deze sprak me echt aan. Het is een hele spirituele steen. En ik keek eerst naar de prijs, want hij was volgens mij 100 euro. En daarom liet ik hem eigenlijk liggen, omdat ik al best wel veel op de toonbank had gelegd. Maar ja, toen kreeg ik te horen dat ik alles mocht hebben. En toen zei ze, nee, pak die er ook lekker bij. Dus again, I'm so grateful, want mijn hart schreeuwde stiekem wel om deze. En nu heb ik hem toch gekregen. Dus dat waren alle items van de Spirit Junkies. En zoals jullie misschien al op mijn Instagram hebben gezien, ga ik een winactie met hun doen. Ik heb vanaf 12 oktober, wat voor jullie dus morgen is, een giveaway week op mijn Instagram account. Samen met deze hele mooie merken en lieve mensen. Ik heb specifiek voor deze gekozen omdat ik gewoon zeker weet dat het echt wel duidelijk is hoe fan ik van hun ben. En hoe blij ik ben met hun producten. Zet hem in je agenda, want deze giveaway week wil je echt niet missen. En die heb ik natuurlijk georganiseerd omdat ik eindelijk 100k behaald en daar gewoon heel dankbaar voor ben. Ik ben vooral heel trots op de community die we samen hebben opgebouwd en iedereen is zo onwijs lief en het gunt het mij zo hard. Dus ja, ik vond het wel zo eerlijk om gewoon wat terug te doen. Dan heb ik ook nog een Naked Haul met discountcode voor jullie. Ik ga jullie eerste items laten zien en dan zal ik de code met jullie delen. Ik heb dit keer gekozen voor hele lekkere winter/herfst items, want het wordt gewoon fucking koud weer in Nederland. I'm ready. I'm ready for fall. En nu zeker met deze kleding items. So let me show you what I got. Alright, dus ik heb als eerste
een hele mooie trui. Dit is een trui van de Claire Rose collectie. Zoals je ziet is het een hele fijne grote knitted sweater. Met de authentieke cables. Ik vind vooral de kleur groen heel mooi. Dus dit is item nummer 1. Super mooi. Dan heb ik dezelfde trui ook nog in het bruin. Ik wilde eigenlijk voor een ML gaan. Maar nu ik deze trui zo zie ben ik toch wel blij dat ik voor een SM ben gegaan. En dit is dus echt mooi chocolate brown. En ik zal hem aan jullie laten zien met de volgende broek. Dat zijn deze elastic waistband trousers. Opnieuw in chocolate brown. Hij loopt dus heel wijd. En ik heb hem in een maatje 36, omdat de kleinere maten uitverkocht waren. Naked valt voor mij altijd best wel groot. Ik ben normaal een 32 of een 34. Dus het is even kijken hoe deze zit. Maar ik zal hem jullie in ieder geval laten zien met deze twee truien. So, let me show you. Dan heb ik een paar items van de Hanna Schoonberg collectie. Als ik het goed uitspreek. Allereerst deze hele leuke top die ik ook al in het wit heb. Zij heeft een restock collectie gedaan. Dus de items die ze al had, heeft ze in andere kleuren uitgebracht. Deze was er eerst nog niet in het zwart, nu dus wel. En hij loopt in een V af. Heeft deze leuke ribbeltjes als details. Het is gewoon een hele fijne crop top. Die je bijvoorbeeld met een high waist aan kan in de herfst. En een lekker warm vest of een blazer. En dan zal ik hem aan jullie laten zien met deze hele mooie pantalon. Die ook van haar collectie is. Deze pantalon heb ik al in het wit en in het blauw. En het is echt een van mijn favorieten. Het model is gewoon heel mooi. Ik heb deze nu in de maatje 36. Opnieuw. De kleinere maten waren uitverkocht. Maar ik denk dat ik daardoor wel een heel leuk low waist effect kan creëren. Hoe de andere dus wat hoger zitten, kan ik deze dan wat lager dragen. En dat vind ik stiekem ook wel heel mooi. Dit is gewoon een hele fijne pantalon met heel dik materiaal. Hij ziet er niet cheap uit. Dat vind ik echt wel belangrijk voor een zwarte pantalon. Want ik kan gewoon al heel snel heel cheap ogen. Een mooi detail is dat de pijpen zijn omgeslagen en dat hoort zo. Mensen die een stuk langer zijn dan ik, die kunnen dit denk ik wegknippen. En dan hebben ze gewoon meer materiaal mee te werken. Voor mij is hij al heel lang. Ik moet hem waarschijnlijk zelfs innemen. Maar hij is wel heel mooi. Ik heb van dit pak ook de bovenkant. En dat is een cropped blazer. Ik kan hem heel moeilijk laten zien omdat ik helemaal overbelicht word. Dus ik ga hem denk ik gewoon aan laten zien. Laten we beginnen met de crop top. En dan laat ik jullie daarna het hele pak in zijn geheel zien. Dan ook van haar collectie heb ik een hele mooie satin dress uitgekozen. En ze hadden deze ook in het bruin en volgens mij ook nog in het groen. Maar ik heb uiteindelijk toch gekozen voor zwart. Ja, ik weet niet wat het is, maar in de herfst en de winter neig ik toch heel snel naar zwart. Ik vind het dan toch heel classy en heel mooi. Dus dit is de satin dress. Zoals je ziet, super silky. Hij heeft een hele mooie hals. Die is ook gedetailleerd. Dit is niet zomaar een lapje stof. En die loopt dus zo. Dus heel mooi met je haar vast of juist helemaal los. Het is gewoon een hele lange jurk. Dus hij komt helemaal tot op de grond. De rug is mooi open. En je hebt ook nog een touwdetail om het wat extra speels te maken op de rug. En dan last but definitely not least. Heb ik deze hele mooie jas. Die je ook weer heel slecht ziet omdat hij natuurlijk zwart is. En ik zal jullie deze laten zien bovenop de jurk. Let me show you. Oké,
waren alle items die ik jullie wilde laten zien van Naked. Heb je nou iets gezien wat je leuk vond? Of is er iets anders wat je heel graag wil shoppen van Naked? Gebruik dan zeker mijn code WIDIA20. Deze zal je maar liefst 20% korting geven op de gehele website. Dus leef je lekker uit. Ik weet zeker dat ik heel veel plezier van deze items ga hebben voor deze winter en herfst. Ik denk dat we allemaal weer de warme kleding uit de kast moeten trekken. Dus laat het me zeker even weten als je iets hebt geshopt. Ik had eigenlijk nog veel meer PR items. Maar ik heb zo'n gevoel dat deze video veel te lang wordt. Dus ik ga het lekker in de volgende video laten zien. En ik ben eigenlijk ook wel gewoon even klaar voor vandaag, voor mijn gevoel. Ik moet sowieso weer wennen om weer heel veel tegen de camera te praten. Ik voel me zelfs een beetje uitgeput na het praten. Misschien is dat ook een teken dat ik te weinig mensen zie. Maar ik ben in ieder geval blij om er weer te zijn. En jullie kunnen vanaf nu elke week weer een vlog verwachten. Ik heb natuurlijk ook mijn Grow With Me serie. Die ik waarschijnlijk ook in het Nederlands ga oppakken. En alsnog laat ondertitelen. Die wachten denk ik nog wel even. Want daar voel ik me gewoon nog niet helemaal klaar voor. Ik wil jullie wel bedanken voor jullie geduld. Want ik weet dat het... Ja, het lijkt wel alsof ik elke keer er weer ben en dan weer wegga en dan er weer ben. Dus ik wil jullie wel bedanken voor het alsnog elke keer kijken naar mijn content. En ik voel me wel heel dankbaar, want ik heb wel echt een heel leuk leven. Ondanks dat er ook heel veel drama gebeurt, mag ik ook heel veel leuke dingen doen. Natuurlijk laatst naar Parijs geweest met mijn terror squad, waar we hele leuke momenten hebben beleefd. Ik ben nog naar Marbella geweest met Coco, waar ik ook heel lekker heb gechilled en zeker de laatste zonnestraaltjes heb meegepikt. Ik ben naar onwijs veel events geweest. Ik kan niet eens meer opnoemen naar welke allemaal, maar het waren er echt heel erg veel. Ook daar ben ik super dankbaar voor dat ik elke keer weer word uitgenodigd. Ik ben naar een concert geweest van Jaren, wat heel veel in me los heeft gemaakt, want ja, ze deed natuurlijk het nummer Papa Live en ik stond daar volgens mij als enige in de zaal te janken. Coco moest me echt vasthouden, want ik hield het gewoon niet droog. Ik zat daar gewoon te sabben in de fucking zaal. Ik zag de mensen ook om me heen kijken van, are you fucking okay? En I was like, no, I'm not okay. Ik vond het best bijzonder dat ik de enige was, want volgens mij is het een nummer waar heel veel mensen zich aan kunnen relateren. En het is ook een heel emotioneel nummer. Maar goed. Anyways, ook heel erg van dat concert genoten. En überhaupt heb ik gewoon heel veel genoten van mijn vrije tijd. Met mijn lieve, lieve vriend en mijn hondje. Met Coco. Dus ja, ik ben wel gewoon heel dankbaar voor het leven überhaupt. En ook voor jullie als kijkers. Dus onthoud dat zeker. En hoe ik dat natuurlijk ook met jullie wil delen is met de Giveaway Week. Dus hou die vanaf morgen zeker in de gaten. You are gonna love it, I'm sure. And for nu zie ik jullie in de volgende.